vanuit een afgeladen Signaal Iduna Park kijken we met smart uit naar de start van deze wedstrijd. Mijn naam is Sierte Vos. De aantrekkelijke jonge man die naast me heet Jeroen Gruter. We verwachten heel veel van deze wedstrijd. Wederom een heerlijke wedstrijd in het vooruitzicht. Voor een lekker potje voetbal kun je me s'nachts altijd wakker maken. Dat weet je toch, Siert? De opstelling van de tegenstander. Wat vind jij van hun opstelling hier? Geef er eens een naam aan, want ja, dit lijkt me toch geen reguliere 4-4-2. Ja, nou zie je, weet je, het is hoe je er tegenaan kijkt, hè. Want het zijn wel vier middenvelders, alleen ze staan in een ruit. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Cucurella. Mbappé. Mbappé krijgt een open kans. Gevaar is geweken. De bal is weg. Wat een steekpas. Heerlijk. Doelpunt 1 tegen 1, maar je weet die situatie niet uit te spelen. Ja, dat mag je wel stellen. In zo'n situatie moet je gewoon toeslaan. Die bal die had in het net gemoeten. Larsson. Hij zit er goed tussen. Ruimte op de flank, hoor. Deze kans moet erin. Hij schiet de bal ruim naast het doel. Dit begint op een aanval te lijken. Kijken wat hij ermee doet. Nog steeds niet helemaal weg, die bal. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Maar deze kan wel ook nog een keertje terugzien, hoor. En met name die voorzet, want die is tot in de puntjes verzorgd. En ja, dat is natuurlijk gewoon een prima manier om af te werken, hè. Eerst even laten stuiten, dan een soort van halve volley om hem in het doel te krijgen. Niet alleen effectief, maar ook heel mooi om te zien. De score is geopend. Het is 1-0. Hij haalt de pas eruit. Oh, een kans. Ja, raken die tellen door. En dan staan ze nu opeens twee doelpunten voor. Dat gaat snel. Voor de tegenstander het echt door had, was hij al buiten bereik. En kon hij die kans benutten.
schitterende tackle. De speler krijgt hulp. Komt er een doelpunt aan. De speler blokkeert het schot. Geen voorzet, maar kort gespeeld. Komt ie! Blokkeert die bal. Nou, hier moet je nou net niet de bal kwijtraken. Ja, die gaat erin. En zo leiden ze nu. Met 3 doelpunten verschil. 3! Ja, de bal weggeven, dat kan altijd gebeuren. Maar het moet niet op die plek gebeuren. Dat heeft in dit geval fatale gevolgen. Je ziet het. Meteen een goal. En de trainer zal wel boos zijn op die speler. Dat was alweer het 3e doelpunt. 3-0 de stand. Rafinha. Ja, en dan is hij er langs. Het zou wel eens rood kunnen zijn. Arbiter geeft nu een gele kaart. En ik denk dat die speler daar helemaal niet over mag klagen. Ja, bepaald niet. Nee, want het leek me toch een doorgebroken speler. Ja, maar kennelijk ziet de arbitrage dat dan toch anders dan wij. Nou, als verdediger kom je hier dan prima mee weg. Knallen maar! Wel echt een goede redding van die doelman. Hij wist wat hij deed. De scheidsrechter legt het spel stil. Eens kijken wat er met die speler aan de hand is. Nou, de geblesseerde speler is naar de kant. Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal. Oké, snel weer door. Oké, kippertje. Oprapen dan maar. Kijk, dit is de scheidsrechter. Die snapt het. Hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC'tje. Verdedigende actie. En weer een balbezit. Rafinha. Door die actie wordt een aanval tot stand gebracht. En dat kan tot een kaart leiden. Dat wordt bestraft door de scheidsrechter. Even kijken hoor. Ja, die krijgt geel. Deze vrije trap hadden ze zich waarschijnlijk anders voorgesteld. Dat is gewoon een makkie voor de doelman. Simpel ingeleverd bij de tegenstander door Kylian Mbappé. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Nou, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Larsson. Hij weet hem te onderscheppen. Ze kunnen snel uitbreken nu. De defensie reageert. En daar is de noodrem.
De scheidsrechter moet hier rood geven. Dat was een doorgebroken speler. Ja, dit is gewoon rood natuurlijk. Als een speler zo door kan lopen en kan scoren, dan is het makkelijk voor de scheidsrechter. Inderdaad, hier is geen enkele twijfel. En deze kaart is volkomen terecht. Hij gaat schieten. Wat een heerlijke vrije trap. En van zo ver, vanaf de parkeerplaats. Ja, dat scheelt weinig inderdaad. Nou ja, die poging vliegt er bijna in. Bradley. Oh, wat een kans. Gevaarlijke steekpaas. Wout Weghorst. Bal buiten de lijnen, inworp. Oh, dat is een wildschot. Mag ik het allemaal bijhouden. Het is tijd voor een wissel. Mbappé. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Een grote kans hoor. De keeper bokst de bal weg. En dan veroveren ze hem op een gevaarlijke plek. De keeper krijgt nu complimenten van zijn ploeggenoten. Ja, stop even, zie het. Er komt de kans aan, er komt de kans aan. Een gevaarlijke voorzet, maar niemand die de bal binnenwerkt. Bradley. De bal weer heroverd. Hier moet toch een counter mogelijk zijn? Nee, de counter eindigt te vroeg. Misschien iets te veel risico genomen. Dat is wel een mooie steekpaas. Dit is mooi verdedigend werk. Ze mogen ingooien. Jean-Paul Boetius. Stijlvolle redding van Kasteels. Korte bal naar een teamgenoot. Ze blijven op de eigen helft en laten het initiatief aan de tegenstander. De inzet wordt geblokkeerd. Doorgezet, maar kort gespeeld. Met de bal naar binnen. Daar schiet hij. Koen Kasteels duikt naar de bal.
open doel, maar kort gespeeld. En dan trek je naar binnen. Hij weet het schot tegen te houden. Weer over de achterlijn. Nog een hoekschop. Geen voorzet, maar kort gespeeld. Hij snijdt naar binnen. Tackle in het eigen doelgebied. Rafinha. Ja, het publiek klaagt over die strafschop die niet werd gegeven. Het was een cruciaal moment. Daar op de vleugel zien we de ruimte. Een inworp. Rafinha. Die bal mag erin. En die bal vliegt binnen. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt, hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt het niet. Daar fluit de scheidsrechter voor de rust. Deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Ja, je moet deze speler ook geen enkele ruimte geven in de 16. Want daar krijg je spijt van. Dat wordt meteen afgestraft. Dat doelpunt van vandaag, dat zegt wat dat betreft natuurlijk meer dan genoeg. Wat een steekpas. Heerlijk. En de tweede helft is inmiddels onderweg. Hier in Dortmund. Blik naar voren en misschien valt er iets te creëren. Koekoek, zo leeft hij nog. Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Oh, het is een gele kaart. Ik zou u toch echt gaan oppassen. Er is al iemand afgegaan. Ja, maar dat krijg je ervan, hè, als je op het randje speelt. Ik denk dat ze wat gas moeten terugnemen. Dit is niet verstandig. Via een tegenstander komt de bal achter. Dus we krijgen een hoekschop. Niet voorgegeven, kopperkoor. Bal blijft binnen naar die redding. De doelman zit er goed bij. Oh, dat is niet makkelijk hoor. Van zo dichtbij. Wat een snelle reactie. Flitsend. Torres. Ferran Torres. Knap gekeerd door de keeper. We gaan wisselen. Komt de hoekschop in het midden. Van die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen eigenlijk met wat beters moeten komen. Weg met die bal. Hij geeft hem gewoon aan de aanvaller.
Doorgebroken met de bal. Deze aanval is nog zeker niet voorbij. Larsson. Er komt iemand helpen. En nu snel schakelen voor de counter. Mbappé te gretig. Buitenspel. Ruimte ingestuurd. Rafinha. Blijft aan de bal. Schot op de achterstand in te lopen. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Dit kan een counter worden. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Blijven proberen. Ja, ze staan er 2 achter. Maar ze gaan ervoor. Hè. Dit was een aardige poging om de achterstand te halveren. Even uit balans, maar hij blijft staan en hij houdt de bal. Komt er een doelpunt aan? Die poging koppelt de lat en de bal gaat uit. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Hier, een steekpaas dan. Kan een doelpunt worden. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Nu is hij kwijt. Torres. Oh, een kans. Een sublime redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. En dat maakt het ook zo knap. En dat levert een formidabele redding op. Korte corner naar een teamgenoot. Dat is een goed blok. De counteraanval behoort nu tot de opties. En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Ja, nog alles voor de keeper. In de richting van de 16. Een kans om te scoren. Ja, die zit erin en dan staat ze zomaar 3 doelpunten voor 3. Haha, wat een wedstrijd. Voor de tegenstander het echt door had, was hij al buiten bereik en kon hij die kans benutten. We trappen af met een score van 4-1. Kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Is het niet een beetje riskant wat hij hier doet? Dat mag je wel zeggen. Hij had eerder al geel gekregen. En dan moet je gewoon op je tellen passen. Hij weet de bal niet laag te houden. Het is tijd voor een wissel. Niet meer erbij. Die nummer 27. Naar Hoek de Weer. Nooit
Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Goed afgepakt in de 16. Ze zetten veel druk op de bal. Ja, die bal geeft hij mooi. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Koekoek, hij is er voorbij. Wat een enorme kans zeg. Maar ja, hij doet die bal zo cadeau aan de keeper. Mbappé. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het nou. Oh, het doelpunt. Wat een prestatie hier. Het verschil is inmiddels, kunt u nog meetellen, 4 doelpunten. En dan gaat maar net tussen de palen. Binnenkant paal bedoel ik. Mooi om te zien. De score is 5-1. En we trappen weer af. Steekbal door de lucht. En hij komt eruit met de bal. Doelman ertussen. Spel gaat verder. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Mogelijkheden voor een counter. Hier moet de kans uitkomen. En weer een doelpunt. Ze gaan maar, Tori. Ze maken de ene naar de andere treffen. Fantastisch gewoon. Ja, en dan heb je altijd mensen die zeggen... Ja, maar het is maar een game. Het is maar een game. Nee, het is gewoon FIFA. Probeer het maar eens thuis. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie en hoe de bal in het doel belandt, dat is echt prachtig. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Hij pakt de bal en begint aan uit. En goed gered daar. Deze speler zal zich wel ellendig voelen. Een eigen doelpunt. Dat gaat je niet in de koude kleren zetten. Wat een score zeg. 6-2. Saai is het niet. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Hij mist al. Oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Bal aan de voet, wacht hij op de aanstelling van de medespelers. Een kans om te scoren. Nou vooruit. Toch nog een doelpunt. Veel zal het niet helpen. Zo snel kan het gaan. Het ene moment sta je onder druk. Vervolgens wordt die bal de andere kant op geschoten. En binnen de kortste keren ligt hij in het doel van de tegenstander. We spelen verder en de score op het bord is 6-3. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Hij past de voordeelregel hier prima toe. Hij heeft richting doel marcheren met die bal. Kijk, hij wil hem hard op doel schieten, maar hij gaat echt de verkeerde kant op. Dit moet veel en veel nauwkeuriger. Veel te makkelijk de bal verspeeld. Altijd lekker.
opwarmballetje voor de keeper. Klem vast. Ja, dat doet hij goed. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hoor alleen op de keeper af. Dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Corner voor het doel gebracht. Een poging die bal weg te werken mislukt. Ruimte voor de counter. Doorgebroken met de bal. Alsnog een gevaarlijk moment. En een schitterende duik. Wat een kopbal. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Dan moet je kijken hoe je hem dan vervolgens langs de doelman komt. Vol op het voorhoofd. Ja, dan is de keeper gezien. Lekkere goal, hoor. Wat een doelpunt, de Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Hij geeft hem voor, maar ja, er zijn geen teamgenoten. Ze heroveren de bal. En misschien een counteraanval. De verdediging lijkt me nog niet klaar voor de counter. Nou, dat scheelde niet veel. Een kundige, een levensgevaarlijke counter die bijna resulteert in het doelpunt. Ja, dit is zo moeilijk te verdedigen. Hè? Zeker als je veel spelers voor de bal hebt. Oh, wat een kans. Ja, goal! En wat zijn ze op dreef vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd. Wat een dag. Ik heb zin in patat. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar vervolgens wordt die speler stevig aangepakt door de verdediging. En eigenlijk is het dan heel knap dat hij zijn evenwicht nog weet te bewaren. Want het is gewoon ijzersterk dat hij de bal dan toch nog weet binnen te werken. De wedstrijd zit erop en het thuis publiek juicht. Want de zege in eigen stadion is een feit. Ik denk eigenlijk dat ze zelden in de problemen zijn gekomen. En nou ja, ze wisten hun kansen af te maken. Kortom, duidelijke zegen.